De bedenkster van Gooise Vrouwen is op dit moment druk bezig met een nieuwe dramaserie Diepe Gronden. Waarin ze voor het eerst in haar carrière een bloedserieus personage speelt. En actie! Ja, het is een miniserie. Het zijn 4 afleveringen. En het gaat over meisjes die vermoord worden in een prachtig natuurgebied in Nederland, waar ik nog nooit geweest was. De Weerribben. Ik speel Anna van Kessel, een profiler die aan een rechercheteam wordt toegevoegd om de moordenaar te vinden van die meisjes. Voor Diepe Gronden wordt het succesteam van Linda de Mol en regisseuse Wil Koopman wederom herenigd. Na onder andere Gooise Vrouwen, de familie Kruis, Divorce en films als Terug naar de Kust en April, May en June slaan ze nu weer de handen ineen. Het is heel erg leuk om weer eens wat spannends te maken. En ik vind het eigenlijk toch weer leuk om, het klinkt een beetje gek, maar om te moorden. En doordat Linda en Wil elkaar inmiddels zo goed kennen, is de regisseuse ook een stuk strenger voor Linda. Soms is het ook wel moeilijk, want ik mag bijvoorbeeld niet 1 keer lachen. In al die 4 afleveringen, Wil heeft gezegd, ik wil je tanden gewoon niet zien. Nee, Linda heeft namelijk heel veel, is haar middle name, empathie. En dat kan helemaal niet hier. Is al 2 keer gestopt omdat Wil zei van, stop maar, ik zie toch iets van empathie. Dat is moeilijk, zeg moeilijk voor Linda. Heel af en toe betrap ik mezelf erop dat bijna een klein glimlachje, maar oh nee, dat doet zij niet. Bloedserieus. Eigenlijk is alles wat Linda doet vaak succesvol. Ja, in het vak moeten we meteen onder de tafel even afkloppen. Hè? Maar het ziet er weer fantastisch uit. En Linda gaat terug naar waar ze begonnen is. Met de politieserie, hè? Spangen. Het enige opvallende is dat ze toen dacht, ik moet Monique van der Ven bij me. Want die kan me een beetje meeslepen. Want dat ging voor het eerst acteren. Ja, en nu heeft ze gewoon deze serie zelf mee ontwikkeld. Zelf gezegd, deze rol wil ik spelen. En is ze, zonder empathie, is ze het middelpunt van deze hele serie. Opvallend trouwens, hij begint op 2 januari bij SBS. En hij heeft de dag op Videoland te zien. En dat vind ik heel opvallend. Het is toch het eerste teken van die fusie eigenlijk tussen SBS en RTL die we gaan zien. Dus ik kijk er eigenlijk wel naar uit naar deze serie. Spannend. Hey, en ze speelt dus een profiler. Ja. Dat is een gedragsdeskundige die gespecialiseerd is in het gedrag van een bepaald soort dader. In feite maakt zo'n profiler een analyse van wat er gebeurd is en gaat dan op zoek naar het karakter van de eventuele dader die daarbij zou passen. En ze speelt eigenlijk de rol van Carlo Schippers. Dat is de enige man in Nederland die door de FBI is opgeleid als profiler. Daarna is dat nooit meer gebeurd. En in feite speelt zij de rol, zij de vrouwelijke variant dan van die Carlo Schippers als profiler. Die weet daar ook van en die vindt het prachtig dat Linda. Politie daar goed in eigenlijk, een profiler? Nou ja, het wordt wel steeds belangrijker. Waar je het al eerder zag, het was seriemoordenaars. Dan komt daar zo'n profiler. Dat is ook een beetje psychologie natuurlijk. Van wat doet die vent of vrouw dan precies? En welke slachtoffers heeft die gemaakt in het verleden? En dan gaat daar een soort. Is het een hoe oud en uit wat voor milieu? Jij bent in Nederland niet zo ver. Nou ja, in feite hebben we dus maar 1. Maar waarom hebben wij er maar 1? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. We hebben er 1 die is opgeleid door de FBI. Ik denk wel dat we er meerdere hebben, want ze worden ook wel eens ingezet bij vliegvelden, toeristische plekken en musea. Dus er zullen meerdere providers zijn in Nederland, maar er is er maar 1 die is opgeleid door de FBI. Oké, en die op vliegvelden en in musea, wat doen ze dan? Oh ja, bijvoorbeeld proactief, hè? Dat je denkt van, zie je iemand lopen. Over de beveiliging. Zoals ooit op het Centraal Station was er ook iemand die gewoon bijna zag dat er iets ging gebeuren. Precies, ja. Ik kan me voorstellen dat het in dit soort tijden soms wel eens werkt. Oh, wat spannend. Ja. Ik vind het spannend.